Ja, dat hebben we gelukkig niet zelf hoeven te doen. Maar ja, we hebben in ieder geval ons perceel op de achterzijde hebben we moeten afsluiten. Of moeten, hebben we gedaan. Omdat ja, we zitten eigenlijk met een probleem met de gemeente. En het probleem draait allemaal om deze weg. De weg is eigendom van Marcel, maar wordt door de gemeente als openbare weg gezien. Het eigendom is bij deze meneer, maar in heel Nederland en ook in Aarhus is het op tal van plekken zo dat ook over particulier eigendom een openbare weg kan lopen. En hier heb je zo'n situatie. Dus deze weg is particulier, zegt de gemeente, maar de gemeente vindt dat deze weg gewoon openbaar is. Ja, en dat klinkt misschien wat raar, maar dat heb je op allerlei plekken in deze gemeente en ook in andere gemeenten. Een openbare weg die loopt soms over particulier eigendom. Inmiddels ruzieën de gemeente en Marcel al 7 jaar over de weg. En er lijkt maar geen oplossing te komen. Daarom heeft Marcel vanmorgen deze betonnen blokken op de weg geplaatst. Het is natuurlijk heel vervelend dat het op deze manier moet. Hè? Want ze hadden de problemen natuurlijk heel goed op kunnen lossen in die 7 jaar tijd. Maar ja, de gemeente weigert het gewoon. Marcel heeft nog geen boze telefoontjes van buren en omwonenden gehad. Integendeel zelfs. Hij zegt dat enkele bewoners hem juist steunen. Deze bewoners kunnen via een andere weg hun woning nog wel bereiken. En daarom onderneemt de gemeente ook niet direct actie. Maar omdat het niet gevaarlijk is, hebben wij geen aanleiding om direct in te grijpen. Maar wij laten het hier niet bij. En nogmaals, wij hopen dat die rechter van de Raad van State daar op niet al te lange termijn een duidelijke uitspraak over doet.